De Franse ambassade sluit vanavond haar eerste editie van de Franse Dagen in Suriname af. Gisterochtend heeft de Franse ambassadeur Nicolas de la Coste een bezoek gebracht aan de pupillen van de Kangoeroeschool, waar hij in gesprek is gegaan met de leerlingen. De kinderen mochten de ambassadeur verschillende vragen stellen over de Franse cultuur en over Frankrijk zelf. Gisteravond was er een Franse avond in Diebar, waar er uitsluitend Frans muziek is afgedraaid voor een bepaalde periode. Vanmorgen was er een Tour de France door de straten van Paramaribo. De Franse dagen zijn georganiseerd om Frankrijk te promoten met al zijn diversiteit in Suriname. De Franse ambassade kon na 2 jaar COVID weer eindelijk een evenement organiseren. Eerder op de middag was er een optocht en demonstratie van de carnavalgroep van Frankrijk, genaamd de Touloulous, de Wakapassie. De Franse dagen worden afgesloten met een galadiner samen met de ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Nicolas de la Coste, op zijn residentie.